Karena Yesus sudah membangkitkan saya. Karena Heer Jezus heeft mij al opgewekt. Seharusnya 5 Desember kemarin saya sudah almarhum. Eigenlijk afgelopen 5 december had ik eigenlijk moeten sterven. Saya sudah lihat manusia hitam putih. Ik heb al naar de mensen gekeken alsof ze zwart en wit zijn. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Heer raised me up. Waardoor de goedheid van de Heer heeft hij mij doen opgewekt. Filipensen hoofdstuk 1 en wij gaan lezen uit vers 6. Seharusnya saya datang kemarin.
eigenlijk moest ik gisteren aankomen? Zij ingin mengunjungi 25 tahun gembala saudara dan ulang tahun ke-18 gereja. Ik wilde eigenlijk graag bezoeken jullie het jubileum van jullie voorgangers en ook het jarige 18e verjaardag. Tetapi kebaktian-kebaktian di Jawa Timur tidak bisa dibatalkan. Maar de diensten in Oost-Java kon ik niet annuleren. Dari hari Senin yang lalu saya khotbah di Jakarta. Vanaf afgelopen maandag heb ik in Jakarta gepreekt. Selasa dua kali khotbah di Jakarta. En dinsdag twee keer gepreekt in Jakarta. Rabu kembali ke Cianjur. En woensdag terug naar Cianjur. Kamis kembali ke Jakarta. Donderdag weer terug naar Jakarta. Dan langsung ke Surabaya. Vervolgens direct naar Surabaya. Dari Surabaya 4 jam ke Tulungagung. 4 uren van Surabaya naar Tulungagung. Dan di sana ada sekitar 2000 orang menanti mendengar firman Allah untuk hari Pentekosta. En daar waren ongeveer 2000 mensen die op het woord van de Heer op Pinksterdag hebben gewacht. Dari Tulungagung malam kembali ke Surabaya. S'avonds vanaf Tulungagung weer terug naar Surabaya. Dan hari Jumat di Surabaya ada 3500 jemaat berkumpul untuk merayakan Pentekosta. En vervolgens in Surabaya waren er 3500 mensen bijeengekomen om Pinksteren te vieren. Sabtu pagi kembali ke Jakarta. Zaterdagochtend terug naar Jakarta. Dan sorenya langsung ke sini. En de avond direct hierheen gevlogen. Jadi saudara bisa bayangkan kelelahan saya. Dus u kunt zich voorstellen hoe moe ik ben. Tetapi begitu saya lihat gembala saudara. Maar toen ik uw voorganger heb ontmoet. Bukan bertambah kecil. Hij werd maar niet dunner. Tetapi bertambah gemuk. Maar hij werd alsmaar dikker. Dan saya lihat juga pemimpin pujian tadi juga bertambah gemuk. En ik heb ook gezien de worship leader is ook dikker geworden. Saya ingat anak saya yang perempuan di Amerika. En dan moet ik terugdenken aan mijn dochter in Amerika. Menyanyi, menari-nari pada usia 9 bulan lebih. Dia menyanyi, menari-nari, lompat-lompat. En zij stond dan ook te dansen en te springen en ja en echt ook te zingen terwijl ze 9 maanden was. Jam 6 pagi sudah melahirkan. Toen zij 9 maanden zwanger was en om 6 uur 's ochtends moest zij bevallen. Zij takut yang tadi langsung melahirkan. Ik was bang dat misschien onze worship leader ook gelijk moest bevallen. Tapi mungkin waktunya belum sampai. Maar die tijd is nog niet aangekomen. Ya, jadi khotbah ini seharusnya kemarin untuk gembala saudara. Dus deze preek is eigenlijk voor gisteren, voor uw herder. Ya, tetapi Tuhan berkehendak untuk saudara yang datang pada siang hari ini. Maar de Heer wil dat het voor vandaag is. Saya minta yang menerjemahkan ikut saya, kalau saya berteriak, dia juga berteriak. Yeah, okay. Karena kalau saya berteriak, dia ngomongnya begitu aja, jadi gak lucu. Dus ik zal ontmoeten aan dat er ook ja, in zijn manier van de preken naam, als hij schreeuwt, zal ik gaan schreeuwen. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat Hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Ini adalah janji Allah yang begitu indah. Zo van u allen te denken. Dit is dus mooiste belofte van de Heer. Salah satu nama Tuhan Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Een van de namen van de Heer Jezus is het begin en het einde. Alpha dan Omega. Alpha en Omega. Dia bukan Allah yang mengawali saja. Hij is niet alleen maar de God die aan iets begint. Tetapi juga Tuhan yang mengakhiri dengan baik. Maar het is ook de Heer die eindigt in goedheid. Tetapi sangat disayangkan banyak orang Kristen. Maar het is zo jammer dat heel veel Christenen hanya percaya setengah jalan. Die geloven alleen maar tot de midden van de weg. Mereka mempunyai iman untuk Tuhan memimpin mereka. Ze hebben het geloof dat de Heer hen zal leiden. Tetapi mereka tidak punya iman, kira-kira Tuhan akan meneruskan pertolongannya sampai pada akhirnya. Maar ze hebben niet het geloof dat de Heer ook hen tot aan het einde zal gaan helpen. Apa yang terjadi di dunia sekarang menguasai gereja. Wat nu gebeurt in de wereld, dat overheerst de kerken. Dunia susah, gereja susah. De wereld heeft het moeilijk, de kerk heeft het moeilijk. Dunia maco, di gereja ikut maco. De wereld is chaotisch en de kerk gaat ook chaotisch doen. Dunia finansialnya sedang hancur di Amerika, kok gereja ikut-ikutan. En
de wereld in Amerika, financiën stort helemaal in. Waarom gebeurt dat ook in de kerk? Gereja adalah bagian dari kerajaan Allah yang tidak tahu kesulitan finansieel. De kerk is een deel van Gods koninkrijk die geen financiële problemen kent. Itu sebabnya kita punya standar lebih tinggi dari standar dunia. En daarom hebben we een hogere standaard dan de standaard van de wereld. Seperti Tuhan memimpin gereja ini 18 tahun. Zoals de Heer deze kerk 18 jaar heeft geleid. Seperti Tuhan memimpin pengembangan saudara Ricky 2-25 tahun. Zoals de Heer u herder broeder Ricky 25 jaar heeft geleid. Dia pun sanggup menyelesaikannya, sanggup melengkapinya sampai pada akhirnya. Hij is dus ook in staat om alles te volbrengen en alles te voorzien tot het einde. Itu sebabnya mata kita jangan kepada koran. En daarom onze ogen laten we niet gericht zijn op de krant. Jangan kepada televisie. En ook niet gericht zijn tot de televisie. Jangan kepada berita-berita dunia. En ook niet gericht zijn aan tapi berita dari firman Allah. Maar gericht zijn op de nieuwsberichten van het woord van de Heer. Karena tidak ada kuasa di dunia yang lebih tinggi dari firman Allah. Want er is geen enkele kracht die hoger is dan de boodschap van de firman. Surat Ibrani berkata, firman Allah menciptakan. En de Hebreeën zegt ook, het woord van de Heer schept. Ibrani 11 ayat 3 berkata, dengan iman kita mengerti. In Hebreeën 11 vers 3 staat ook, in geloof begrijpen wij het. Bahwa dunia ini, alam ini diciptakan oleh firman Allah dari yang tidak ada menjadi ada. Dat deze wereld is geschapen door het woord van de Heer, wat er niet was, is er in ons. Dari yang tidak kelihatan, menjadi kelihatan. Wat onzichtbaar is, is zichtbaar geworden. Itu sebabnya bagaimana iman kita? Dus daarom, hoe zit het met uw geloof? Apakah iman kita seperti orang Filipi hanya percaya setengah jalan? Is ons geloof alleen al zoals die Filipijnen alleen maar tot de midden van het weg? Sehingga Paulus tekankan bahwa Yesus yang memimpin kamu setengah jalan, setengah lagi juga dia akan selesaikan dengan baik. Dat hij heeft zelfs gezegd Paulus, want de Heer Jezus die je al heeft geleid tot het midden van de weg, zal je ook tot het einde van de weg leiden. Jangan takut kesulitan ekonomi. Dus je moet niet bang zijn over de financiële ekonomie. Abraham diberkati ketika zaman kelaparan. En Abraham is juist gezegend toen er hongersnood was. Ishak diberkati jadi orang paling kaya di saat itu pada zaman kelaparan. En Ishak werd gezegend tot de rijkste persoon toen er hongersnood was. Yakub pada masa kesulitan dia diberkati Tuhan. En Yakub in zijn moeilijkheden werd hij juist gezegend door de Heer. Yusuf menjadi perdana menteri yang mengumpulkan kekayaan di seluruh Mesir ketika ada kelaparan dia mempunyai segala-galanya. En Yusuf die heeft dus alle rijkdommen van Egypte bij elkaar kunnen sprokkelen juist in de periode van hongersnood. Bagaimana kehidupan Yusuf setengah jalan? En hoe was Yusuf's leven in het midden van zijn weg? Dia difitnah, dia dimasukkan ke penjara. Hij werd gelasterd, hij werd in de cel beland. Tapi apa yang terjadi setengah jalan kemudian? Maar wat gebeurde op het tweede deel van dia berhasil. Hij werd succesvol. Itu sebabnya saudara, janganlah iman kita adalah iman Kristen yang setengah jalan. Dus daarom broeders en zusters, laat uw geloof niet zo zijn van een Christen die alleen maar tot de midden van de weg rijdt. Dalam 1 Samuel 16. En 1 Samuel 16. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung-tabungmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. De Heere zeide tot Samuel, hoe lang zult gij nog leed dragen over Saul? En ik heb hem toch verworpen dat hij geen koning meer over Israël zal zijn. Vul uw hoorn met olie en ga heen. Ik zet u naar Bethlehemiets Isai, want onder zijn zoon heb ik mijn koning uitgezocht. Samuel adalah nabi Allah. Samuel is een profeet van God. Tetapi dia sangat kecewa dengan Saul. Maar hij was erg teleurgesteld in Saul. Karena Saul itu yang dipilih. Hidup di luar kehendak Tuhan. Maar Saul die uitverkoren was, die leefde buiten de wil van de Heer. Dan terus dia berduka cita atas karena Saul. En hij was alsmaar verdrietig over Saul. Dia kecewa kepada Saul. En hij was teleurgesteld in Saul. Dia berduka karena Saul. En hij was verdrietig vanwege Saul. Sampai Tuhan menegur Samuel. Totdat de Heer tot Samuel sprak.
berhenti daripada berduka cita atas Saul. Je moet willen stoppen met verdriet te zijn over Saul. Lekas berdiri karena isi tabung-tabungmu dengan minyak karena aku sudah sediakan raja yang lain. Sta snel op en vul je hoorn met olie, want ik heb al een ander koninkrijk voor jou. Berapa banyak di antara kita yang selalu kecewa? En hoeveel van ons zijn altijd teleurgesteld? Selalu menangisi, selalu meratapi Saul kita. En altijd maar huilen en altijd maar klagen over onze Saul. Di dalam diri kita ada Saul. In ons leven is ook een Saul. Yaitu kehidupan yang lama. Dat is ons oude leven. Yang selalu mengecewakan. Die altijd maar ons teleurstellen. Yang selalu melupakan Tuhan. En die altijd maar onze Heer doet vergeten. Tuhan suruh ke kanan, dia ke kiri. De Heer zegt naar rechts, zij gaan naar links. Itulah Saul kita. Dat is onze Saul. Tetapi firman Allah katakan, jangan kamu hanya menangisi hidup yang lama. Maar het woord van de Heer zegt, want heb ik verdrietig over je oude leven. Karena aku sedang menyediakan satu raja yang baru. Want ik heb een nieuwe koninkrijk voor je. Nah, raja yang baru Daud itu adalah kehidupan kita dalam Kristus. En dat nieuwe koninkrijk dat is David, dat is ons leven in Christus. Hanya kehidupan dalam Kristus yang akan memberikan kita kemenangan. En alleen het leven in Christus zal ons overwinning geven. Stop untuk melihat ke belakang terus. Stop met kijken alleen maar naar achteren. Tetapi melihat ke depan kepada keberhasilan yang Tuhan sudah janjikan. Maar kijk naar voren en naar alle succes die de Heer al voor ogen heeft. Mari saudara perhatikan saya. Dus let eens goed op mijn broeders en zusters. Hidup orang Israel terbagi tiga. Het leven van een Israëliet is in drie delen. Pertama, dia ada di Mesir. Ten eerste, hij is in Egypte. Tidak cukup. Is niet voldoende, niet genoeg. Dijajah. En ze werden onderdrukt. Selalu kurang. Altijd maar tekortkomen. Keluar dari Mesir ke padang gurun. En ze gaan uit Egypte en ze komen in de woestijn. Cukup. Genoeg. Plus moment. Plus geklaagd. Tidak cukup, masih moment. Dus ze hadden al genoeg, maar ze begonnen te klagen. Tetapi tujuan Tuhan bukan di situ. Tujuan Tuhan adalah tanah perjanjian. Maar het doel van de Heer was niet daar. Het doel van de Heer was het beloofde land. Berkelimpahan air susu dan madu. In overvloed honing en melk. Susu dan madu manis. Dus melk en honing is zoet. Lebih dari cukup. Dus meer dan voldoende of genoeg. Yang mana saudara? Dus welke broeders en zusters? Apakah saudara tidak cukup? Hebt u geen voldoende in uw leven? Atau cukupan? Of hebt u ja, wel voldoende? Atau lebih dari cukup? Of hebt u meer dan voldoende in uw leven? Kebanyakan orang Kristen tidak di sini saya cerita yang orang di sana sini. Ada orang suka ada di Mesir tidak cukup. Nah, er zijn ook Christen niet hier, maar daar. Gaji tidak cukup. Die zijn als de mensen die in Israël, in Egypte zijn genoeg. Ja, loon niet genoeg. Satu istri tidak cukup. Eén vrouw is niet genoeg. Lalu beli TV. En dan gaan ze een TV kopen. Tweede vrouw. En een tweede vrouw. Masih tidak cukup juga. Ook niet genoeg. Itu Saul kita. Dus dat is onze Saul. Dan berapa lama saudaraku orang Israel ada di padang gurun itu? En hoe lang hebben die Israëlieten in de woestijn gelopen? 38 tahun. 38 jaar. Kita melihat dalam kitab Ulangan. Dus laten we kijken. Pasalnya yang ketiga. Deuteronomium 3. Ayatnya ada. Sorry. Ulangan 2. Sorry, Deuteronomium 2. Ayatnya yang ketiga. Vers 3. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Gij hebt lang genoeg om dit gebergte heen getrokken. Beloklah sekarang ke utara. Wend u naar het noorden. Kalau saudara baca ayat 1, kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau, seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku, lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Als u leest in vers 1, daarom wenden wij ons om en braken op naar de woestijn in de richting van de Schouwzee, zoals de Heer tot mij gesproken had. Vele dagen trokken wij op het gebergte Seir heen. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Toen zeide de Heer tot mij:
Engkau sudah cukup lama berjalan keliling di pegunungan ini. Gij hebt lang genoeg om dit gebergte heen getrokken. Ini banyak orang Kristen yang cukupan itu. Dia putar-putar terus di tempat yang sama 38 tahun. Dus er zijn heel veel christenen die daar ook van voldoening mee hebben. Die draaien allemaal rondjes voor 38 jaar in die woestijn. Tahun baru. Nieuwe jaar. Pascha. Pasen. Hari Pentakosta. Pinksteren. Ulang tahun gereja. De viering van de verjaardag van de kerk. Hari raya pondok-pondok. En een loofhuttenfeest. Hari Natal. En kerst. Tahun baru lagi. Dan is het weer nieuw jaar. Begitu terus bertahun-tahun tidak pernah maju. Dus hetzelfde jaar in jaar uit nooit vooruit komen. Hidup di sekitar Saul. Dus het leven in de omgeving van Saul. De firman Tuhan berkata, lekas pergi. En het woord van God zegt, ga snel daar vandaan. Ke utara. Ga naar noorden. Utara itu saudaraku dalam peta itu utara dalam mata air itu selalu di atas. En het noorden is als je kijkt op een kompas of op ya plattegrond is altijd naar boven. Semua yang di atas itu susah. En alles wat daarboven is is moeilijk. Khotbah Yesus di bukit. De preek van de Heer Jezus was op de berg. Jadi orang murid-murid Yesus harus naik ke bukit. Dus de discipelen van de Heer Jezus moesten de berg op. Yesus dipermuliakan di gunung. En de Heer Jezus is daar ook op de berg verheerlijkt. Ya, jadi Musa dan Elia ada di gunung. En Moses en Elia waren ook op de berg. Segala sesuatu yang ada di atas itu susah. Dus alles wat daar boven bevindt is moeilijk. Saudaraku kualitas tinggi. Als je hoge kwaliteit wilt. Sukar. Is het moeilijk. Tapi itu tujuan kita. Maar dat is ons doel. Apa yang gampang saja yang tidak cukup. En is het alleen maar voldoende die makkelijke dingen? Di Mesir. In Egypte. Atau kita cukupan? Of is het ja redelijk genoeg? Di padang gurun. In de woestijn. Mau keliling lagi gunung. Mau keliling lagi gunung. Sampai God bilang stop. En dan weer om die berg. Wil je weer om die berg? Totdat God zegt stop. Pergi ke hutan. Ga naar het noorden. Sudah terlalu lama kamu muter-muter begini. Want het is al te lang dat je alleen maar rondjes blijft lopen. Saya tidak tahu dulu saya masih kecil suka main itu. Sledur, sledur, triman, triman, on the door. Saya tidak tahu dulu lagu apa itu. Vroeger toen hij nog klein was speelde hij graag dat spelletje en zong hij dat liedje. Muter terus di situ. Dus dan moest je bij dat liedje iedere keer maar rondjes lopen. Ya nggak tahu terus terjemahan betul apa tidak. Itu waktu saya masih kecil. Dus toen hij nog klein was. Ya. Kehidupan kita muter terus. Dus ons leven blijft alleen maar in rondjes. Haleluya, dia tidak mau kita ada di tempat yang sama, tapi pergi ke setengah bagian yang lain. Dus haleluya, hij wil niet dat wij alleen maar op diezelfde plek blijven, maar de uitgaan naar een andere plek. Di dalam kitab Rut. En ook in Rut. Bukalah 1 Samuel lalu maju ke depan kita dapat Rut. Dus als wij 1 hoofdstuk 1 Samuel openen, dan komen wij in Rut. Rut pasal 1. Rut hoofdstuk 1. Ayat 14 sampai 16 bunyinya demikian. Vers 14 tot en met 16 luidt als volgt. Menangis pula mereka dengan suara keras lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri tapi Rut tetap berpaut padanya. Toen verhieven zij opnieuw haar stem en weenden en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klemde zich aan haar vast. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Toen zeiden zij, zie, uw schoonzuster is teruggekeerd naar het volk en haar goden, keer terug, uw schoonzuster achterna. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahulah Allahku. Maar Rut zeide, dring er bij mij niet op aan dat ik u in de steek zou laten door van u terug te keren. Want waarheen zij zult heen gaan, zal ik heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, di sanalah aku dikuburkan. Waar gij zult sterven, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Zo mogen de Heere mij doen, ja, nog erger. Voorwaar de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u. Naomi mempunyai 2 menantu. Naomi heeft 2 schoondochters.
yaitu Rut dan Orpa. Rut en Orpa. Kedua putranya meninggal. Haar beide zonen zijn overleden. Meninggalnya di Moab. En ze zijn in Moab overleden. Karena door di Bethlehem itu ada kelaparan. Doordat in Bethlehem hongersnood was. Jadi orang kaya dari Bethlehem, saudara-saudara, dus alle rijke mensen in Bethlehem. Elimelek itu pergi ke Moab. Elimelek die ging naar Moab toe. 10 tahun. 10 jaren. Tadi saya bilang Abraham dipelihara waktu kelaparan. Net heb ik gezegd Abraham is voor gezorgd tot in hongersnood. Ishak, Yakub dan Yusuf dipelihara justru pada masa kelaparan. Ishak, Yakub en Yusuf die werden ook verzorgd juist in hongersnood. Saya percaya ketika dunia ini kesulitan ekonomi, justru Tuhan akan memelihara gereja. En ik geloof juist dat juist in deze economische crisis in de wereld dat God juist voor ons zorgt. Saudara percaya atau tidak? Gelooft u of niet? Saudara percaya atau tidak? Gelooft u of niet? Berkata amin. Degenen die geloven zeggen amen. 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 Tuhan akan memelihara kita dalam masa kesulitan. De Heer zal ons voor ons zorgen juist in moeilijkheden. Lalu dua anak ini mati. Vervolgens deze twee kinderen stierven. Orang yang meninggalkan Bethlehem itu. En iemand die uit Bethlehem vertrekt. Justru dapat kesulitan. Die krijgt juist moeilijkheden. Karena Bethlehem itu rumah roti artinya. Want Bethlehem betekent het huis van brood. Di Bethlehem Yesus lahir. In Bethlehem werd Jezus geboren. Jadi Naomi berbalik. Dus Naomi keerde om. Dan kembali ke Bethlehem. Ikuti dua menantunya. En gevolgd door haar twee schoondochters. Setengah jalan. Aan het midden van de weg. Naomi bilang, sudah kamu pulang kembali ke Moab. Zei Naomi, ga jij maar terug naar Moab. Kawin kembali. Ga maar hertrouwen daar. Ya, engkau masih sanggup menikah. Kamu masih muda, silakan menikah. Want jij bent nog jong, jij bent nog in staat om te trouwen. Dua-dua mula-mula tidak mau meninggalkan Naomi. En in het begin wilden ze allebei niet Naomi in de steek laten. Tapi akhirnya salah satu orang namanya Orpa. Maar uiteindelijk een persoon Orpa geheten. Dia mencium Naomi. Die heeft Naomi gekust. Minta maaf. Heeft om vergiffenis gevraagd. Lalu kembali ke Moab. En ging terug naar Moab. Arti dari Orpa adalah leher. En de betekenis van Orpa betekent nek. Saudara-saudara, orang Kristen bisa dilihat dari lehernya. En broeders en zusters, een Christen kan je herkennen aan zijn of haar nek. Orpa itu lehernya itu suka nengok ke belakang, ah kembali lagi dah. Naomi ditinggal ke Bethlehem, gak apa-apa, saya kembali ke Moab. Orpa die draait graag haar nek om naar achteren te kijken en die zegt, joh, ik ga Naomi verlaten, ik ga weer terug naar Moab. Mungkin Orpa ini sama sifatnya sama istri Lot. En misschien deze Orpa heeft hetzelfde karakter als de vrouw van Lot. Karena istri Lot sudah keluar dari Sodom dan Gomora. Want de vrouw van Lot die is al uit Sodom en Gomora. Tetapi dia ingat ke dunia wiyadanya kekayaannya yang ditinggal, dia menengok ke belakang. Maar ze herinnerde de rijkdom in de wereld, dus daarom ging ze weer terugkeren naar achteren. Tadi jadi tiang negara. En toen is het dus een zoutpilaar geworden. Saya sudah 15-16 kali ke Israel. Ik ben al 15 of 16 keer naar Israël. Dan dibawa saya ke pegunungan di Sodom Gomora. En ik ben ook naar de berg van Sodom en Gomora gegaan. Sepanjang mungkin 5 kilometer itu gunung tinggi. En ja, zolang 5 kilometer heb je heel veel hoge gebergtes. Itu tour guide bilang ini garam semua, ini asin. En de tourgids of de gids die zei van dit is allemaal zout. Saya yakin saja, saya percaya itu asin. En ik geloof ja, dat is zoutig. Tapi ada pendeta tidak percaya. Maar zijn ook dominees die geloven. Dia jilat. En die gaat dan proeven. Waktu dia jilat, tuh asin betul katanya. Dus hij gaat likken en proeven, oh dat is erg zoutig. Itulah asin karena ada di Sodom Gomora. En dat is het juist, het is zoutig omdat het in Sodom en Gomora is. Tetapi Ruth berbau kepada Naomi. Maar Rut die omhelste Naomi. Di mana engkau pergi, ke situ aku pergi. Waar je ook heen gaat, daar zal ik ook zijn. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Daar waar je overnacht, daar zal ik ook overnachten. Tuhanmu menjadi Tuhanku. En u, God is mijn God geworden. Ba
worden. Di mana engkau mati, di sana akan mati aku. En waar je sterft, daar zal ik ook sterven. Lalu berjalanlah Rut dengan Naomi sampai di Bethlehem. En toen liep Rut en Naomi samen totdat ze in Bethlehem kwamen. Alkitab katakan di Bethlehem sedang musim menuai. En de Bijbel staat ook in Bethlehem was een oogsttijd. Jadi Bethlehem tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dus Bethlehem is nooit in de steek gelaten door de Heer. Maka ada lagu, jangan kau tinggalkan Bethlehem. En daarom zegt ook een liedje, laat jij niet Bethlehem verlaten. Kalau kau tak mau jatuh, als je niet wilt vallen, jangan kau tinggal tuh, jangan kau tinggal Tuhan Yesus. En laat de Heer Jezus niet in de steek. Kalau kau mau dapat teduh, als je rust wil hebben, rajin datang di kebaktian, moet je trouw zijn, komen naar de diensten. Tapi jangan tidur. En niet slapen. Yesus beri kirap. Jezus is blij. Upahmu besar di surga. En je beloning is groot in de hemel. Saya yakin sebelum di surga dia sudah kasih upah itu. En ik geloof ook voordat jullie in de hemel zijn, geeft hier hij al. Sampai selamanya. Tot het einde. Haleluya, saudara. Haleluya, saudara. Oh, kembali ke Bethlehem, saudaraku, sedang musim menuai. Dia seperti seorang peminta-minta. En Rut die ging dus terug naar Bethlehem waar het oogsttijd was en ze leek wel een bedelaar. Oh, dia pungut setiap hari itu gandum-gandum. En zij ging dus iedere dag de korren allemaal plukken. Die verspreid lagen op de grond. Saya ini sangat merasa iri sama orang Belanda. En ik ben best wel jaloers op die Nederlanders. Di Belanda ini kita bisa khotbah di mana saja. In Nederland kan je overal preken. Sekeras apapun kita bisa. En je mag ook zo hard mogelijk preken. Microfoon juga bisa. Met een microfoon is het ook mogelijk. Dan tidak ada yang melarang. En niemand verbiedt het. Tapi kok orang Kristen di Belanda kok adem ayem. Maar de christenen in Nederland, waarom zijn die allemaal rustig en stil? Lebih dingin dari es. Ze zijn nog kouder dan ijs. Sedangkan di Indonesia, saudara. En terwijl in Indonesië, broeders en zusters. Ada jemaat yang saya harus kasih tahu sama mereka. Er is een gemeentelid of een gemeente waarvan ik moet zeggen. Nyanyi jangan pakai musik. Tot wie ik heb gezegd, zing niet met muziek. Tepuk tangan pakai jari supaya tidak ada bunyi. En klap met je vingers zo, zodat er geen geluid uitkomt. Nyanyi setengah suara. En zing met een half geluid. Sebab di sekitar-kitar itu mereka tidak mau terganggu. Want de hele omgeving naast ons, die wil niet gestoord worden. Satu murid sekolah kita kami. En een leerling van onze leiderschool. Dia buka satu persekutuan doa. Die heeft een bidstond geopend. Wow, didatangi oleh lurah, oleh camat, didatangi oleh korami, didatangi. Dus de dorpshoofd die kwam daarheen en alle oudsten van het dorp. Apa yang kamu lakukan di sini? En ze zeiden, wat doe jij hier? Murid saya ini nggak tahu dapat dari mana, pasti dari Roh Kudus. Dia bilang, kami sedang belajar berdoa, Pak. En mijn leerling die heeft dit gezegd, maar ik denk dat het van de Heilige Geest is. Die heeft gezegd, wij zijn aan het leren bidden. Kami belum bisa seperti Bapak. Want wij kunnen nog niet zo zijn als u. Karena Bapak berdoa satu hari lima kali. Want u, meneer, bidt per dag vijf keer. Sedangkan kami ini seminggu sekali. Laat staan, wij bidden maar één keer per week. Hanya dengan jawaban itu. En alleen maar door dat antwoord. Itu pejabat-pejabat terpukul. Al die functionarissen van het dorp die raakten. Karena mereka tidak pernah berdoa. Die werden geraakt omdat ze nooit zelf bidden. Seharusnya lima kali itu mereka tidak berdoa. Jadi mereka mangut-mangut saja. Terus saya deden alleen maar zo. Ya kalau begitu teruskan saja. Terus saya bilang oke, als het zo is, ga maar door. Seberang rumahnya. En aan de overkant van zijn huis. Ada satu haji. Is een haji. Haji itu punya istri. En die haji heeft een vrouw. Ini pendeta namanya Edi, saudara. En deze dominee die heet Edi. Dia bilang, Edi, pergi Edi sini. En hij werd geroepen, Edi, kom eens hier. Ini ibu baru masak. Kijk, mijn vrouw is aan het koken. Ini buat kamu, kok kamu punya makanan? En dit is voor jou, heb je eten? Edi ini sudah lama tidak punya makanan. En Edi heeft al lang geen eten. Tapi dia bilang dengan iman, ya saya punya makanan, tapi terima kasih ibu. En hij zei in geloof, ya ik heb wel eten, maar dank u wel mevrouw. Dia diangkat anak. Dus hij is geadopteerd tot een kind nu. Di gereja kami dia tidak dapat gaji, saudara pendeta. Di gereja kami tidak dapat gaji. Want onze dominees in de kerken, van onze kerken krijgen geen salaris. Kalau mau hidup, selamat hidup.
als je wil leven en goed wil leven. Als we mati, selamat mati. Als je wil sterven, dan gaan we sterven. Tapi kita punya 12.000 jemaat di Indonesia. Maar we hebben 12.000 gemeenteleden in Indonesia. Yang mati bukan karena kelaparan, tapi karena kekenyangan. En die zeggen niet gestorven vanwege de honger, maar ze zijn gestorven omdat ze zo voldaan zijn, zo bevredigd zijn. Karena darah tinggi. Er is iemand die vanwege hoge bloeddruk is overleden. Vanwege verlamming. Nggak ada yang mati kelaparan. Maar er is geen enkele persoon vanwege de honger die gestorven. Inclusief deze Eddie. 6 tahun loh saudara. 6 jaar. Itu ibu haji memberi makan tiap hari. Deze mevrouw de haji die gaf iedere dag hem eten. Bayangkan orang Kristen tidak ada nyumbang, tapi orang Islam ini memberi. Dus geen enkele Christen heeft hem eten gegeven, maar juist die moslimvrouw heeft hem eten. Itu sebabnya saya yakin di akhir zaman orang Kristen diberkati oleh Tuhan. En daarom ben ik van overtuigd dat in deze eindtijd alle Christenen gezegend worden door de Heer. Luar biasa Tuhan itu. Dus buitengewoon onze Heer. Nah, ketika dia seperti peminta-minta ini, roh dia ambil itu datang yang pemilik gudang namanya Boaz. En toen drukte dus als een bedelaarster alles opraapte uit de grond, kwam ineens dus die Rijkaard Boaz. Lalu Boaz lihat ladangnya, dia bingung. Orang lain lagi istirahat, kenapa dia ini ada satu perempuan ini, dia terus-terusan. En Boaz was verbaasd. Waarom toen al zijn werkers aan het uitrusten zijn, zat zij dus hard te werken deze mevrouw. Jadi dia tanya kepada kepala pegawai. Dus hij vroeg aan de voorman. Dia tanyanya begini saudara. Hij vroeg het volgende door zijn zuster. Dalam bahasa Indonesia dibilang siapakah perempuan ini? Dus in het Indonesisch werd hem gevraagd wie is deze vrouw? Tapi dalam bahasa Inggris milik siapakah perempuan ini? Maar in het Engels stond erop van wie is deze vrouw tot bezit? Jadi Boaz ingin memiliki. Dus Boaz wilde haar graag bezitten. Bayangkan saudara-saudara. Dus dia janda. Dus kunt u zich voorstellen, broeders en zusters, zij is weduwe. Apa kurang perempuan di Bethlehem? Is zijn er weinig vrouwen misschien in Bethlehem? Noni. Dus jonge meisjes. Tapi dia ingin, dia tertarik sama perempuan ini. Maar hij was aangetrokken en wilde graag deze vrouw. Nah, Boaz lambang Tuhan Yesus. En Boaz is het symbool van de Heer Jezus. Karena Boaz artinya di dalam dia ada kekuatan. Want Boaz betekent in hem is er kracht. Bukankah di dalam Yesus kita menjadi kuat? En is het niet zo dat wij in Jezus ook krachtig worden? Nah, kita ini seperti peminta-minta. En wij zijn hier net als die bedelaars. Yesaya berkata kebenaran kita seperti kain yang kotor. Jesaja staat ook van, we zijn net als een vies of fout kleed. Tetapi kita harus rajin memungut gandum firman Allah. Maar we moeten ijverig en ijverig altijd en moestig altijd horen van God op. Yang lain istirahat, tetapi Rut terus bekerja. Dus de rest die was aan het uitrusten, maar Rut die bleef maar doorwerken. Boaz bilang sama kepala pegawai. En Boaz die vroeg dus aan zijn voorman. Jangan diganggu ya dia. Je moet haar niet storen. Mulai besok kamu cakupkan agak lebih banyak. En vanaf morgen moet je nog meer laten vallen. Dan dia datang ini Rut. En toen kwam hij tot Rut. Hey anakku. Hey mijn kind. Jangan kemana-mana. Ga nergens heen. Jangan ke ladang sana, ke ladang sini. Jangan kemana-mana, diam di sini. Ga niet naar dat veld, ga niet naar dat veld, maar blijf hier. Ga nergens heen. Oh, saudara-saudara, dia ingin memiliki Rut. Jangan kemana-mana. Dus broeders en zusters, hij wilde graag Rut bezitten. Blijf hier, nergens heen. Saya ingin bilang sama jemaat Gereja Kasih Kristus, jangan kemana-mana. En ik wil tegen alle gemeenteleden van Gereja Kasih Kristus zeggen, ga nergens heen. Dunia menarik. Dus de wereld trekt je. Sama seperti Moab. Zoals Moab. Jangan kemana-mana. Ga nergens heen. Tetap di Bethlehem. Blijf in Bethlehem. Tetap di rumah roti. Blijf in het huis van brood. Saudara mau kemana-mana atau tidak kemana-mana? Jangan kemana-mana. Wilt u ergens heen of nergens heen, maar ga nergens heen. Haleluya. Haleluya. Saya lihat saudara ngantuk ya. Als ik kijk naar u, lijkt het net of u slaperig bent. Saya bertanya dulu, terus kan apa jangan? Ik ben eigenlijk slaperiger dan de... Terus apa tidak? Terus. Ya memang belum selesai. Ya, lalu Naomi dengar cerita ini. Terus Naomi, hoorde dit verhaal.
Ruth Nabi sama Naomi. And Ruth die dagen Naomi. Satu kali kamu bilang, lekas kamu mandi. And so saya kata, terus aduh. Lekas kamu biasa tidak, dan kamu dandan. And ga snel douchen en maak je snel op. Pakai minyak wangi. En doe parfum op. Terus pakai minyak wangi sebaik-baiknya dan pakai baju yang terbaik. En dus doe zoveel mogelijk parfum op en kleed je het mooiste kleding aan. Datang ke gudangnya Boas. Ga naar de schuur van Boas. Dan tidur di selimut di bawah selimut Boas kamu tidur di bawah selimut Boas kamu tidur. En ga onder de deken van Boas slapen, onder de deken van Boas slapen. Dan jangan bicara apa-apa. Nanti yang seterusnya itu bagaimana dia? En spreek niet dingen uit waar de rest is aan hem. Boas sudah punya, tidak seperti selimut sekarang hanya ukurannya satu tempat tidur. En het was vroeger niet zoals de dekenformaat van nu was maar één bed. Ya Boas ini orang kaya, dia sendirian paling kaya dia. Dia tidur, tapi dia punya selimut banyak sekali. En deze Boas is een rijke man, dus hij sliep weliswaar alleen, maar hij heeft een hele lange deken. Zaman dulu saudara nggak ada listrik. En vroeger broeders en zusters had je geen elektriciteit. Gelap, semuanya lampu juga lampu biasa. Dus het was al heel donker en de lampen zijn gewone lampjes. En diam-diam saudaraku Rut masuk di bawah selimut Boas. En heel stiekem broeders en zusters ging Rut onder het deken van Boas. Bayangkan Boas lagi tidur begini, tertarik selimutnya. En kunt u zich voorstellen, Boas sliep zo en hij voelde dat er getrokken wordt aan zijn deken. Dia kira ini kepala pegawai. En hij dacht van, oh, dat is een van mijn werkers. Jadi dia tanya, siapakah ini? En hij vroeg, van wie is dat? Jawabnya Rut begini, saudara. En Rut antwoordde het volgende. Akulah Rut. Ik ben Rut. Hamamu. Dienstknecht. Kembangkanlah sayap kemurahan. Werp uw vleugel van genade over mij. Tebuslah. En koop mij vrij. Jawaban dari Boas lebih heran lagi. En wat verbazingwekkender is, is het antwoord van Boas. Dia bilang begini. Diberkatilah engkau Rut. Gezegend ben jij Rut. Karena kasihmu yang sekarang lebih besar dari kasihmu yang dulu. Want jouw liefde nu is groter dan de liefde van toen. Padahal Rut tidak pernah ngomong I love you, I love you, nggak pernah. Terwijl Rut nooit heeft gezegd I love you, heeft hij nooit gezegd. Kenapa Boas bilang kasihmu yang sekarang lebih besar dari yang dulu? Nah, waarom zei Boas toch van jouw liefde van nu is groter dan van toen? Kapan yang dulu itu? En wanneer is die liefde van toen? Ketika dia berkata kepada Naomi. Toen zij tegen Naomi zei. Allahmu adalah Allahku. Jouw God is mijn God. Tanahmu adalah tanahku. En jouw land is mijn land. Bangsamu adalah bangsa. Jouw volk is mijn volk. Dan dia buktikan dengan memungut gandum-gandum di ladang Boas. Zij bewees dat door het oprapen van de korens van Boas. Ketika Boas bilang, jangan kemana-mana. En toen Boas zei, van, ga nergens heen. Dia tidak kemana-mana. Ging zij ook nergens heen. Lalu Boas ngomong yang lain. En Boas sprak iets anders. Kamu tidak mengejar laki-laki muda. Jij gaat niet achterna jonge mannen. Dit is een broeders en zusters. Jadi Boas memang dari dulu dia cemburuan. Dus Boas was van de vroeger eigenlijk al jaloers. Jangan sampai ini ada yang memiliki dia ini. Dus laat niemand haar bezitten. Tapi dia senang. Mas, hij was blij. Aduh, saudara-saudara kita sekarang ini aduh hidup di zaman yang luar binasa. Dus ya, broeders en zusters, wij leven nu in de tijd van buiten de dood. Oh, halleluja. Halleluja, prijs de Heer. Dia bilang, tapi aku belum bisa menebus kamu, ada penebus yang lain. Hij zei, mama, ik kan je nog niet vrijkopen, er is iemand anders die je kan vrijkopen. Ada 10 penebus. En er zijn 10 soorten vrijkopen. Saya bilang pendek saja sekarang. En zeg even in het kort. Boas berunding dengan 10 penebus, 10 penebus bilang, silakan kamu tebus saya. En Boas die ging dus ja, zeg maar, ja, in gesprek met die andere 10 mensen die hem, haar konden vrijkopen. En die zeiden van, joh, koop haar maar vrij. 10 ini lambang hukum Torah. En deze 10 zijn het symbool van de wetten van, van de wetten van de Torah. 10 wetten van de Torah. Enggak pakai 10, ini maar 10 oh, adalah lambang Torah. Oh, ya, dat is het symbool van de Torah. Torah sudah dibatalkan oleh Yesus. En de Torah, de wet, die is al geannuleerd door de Heer Jezus. Dibatalkan. Die is geannuleerd. Tadi kita mau besok katanya ada kita kebaktian di gereja Advent. En morgen hebben wij een dienst in de Adventkerk. Gereja Advent itu masih pegang Torah.
De Adventistenkerk die houden zich nog vast aan de wet, de Torah. Maar de Torah sudah dibatalkan. Terwijl de Torah is eigenlijk al geannuleerd. Saudara, jangan mengerjakan yang sudah dibatalkan. Dus jullie moeten niet achterna jagen wat al geannuleerd is. Kalau saudara seorang penjahit, als je een naaister bent, sedang menjahit, je bent aan het naaien, ada telepon, en er wordt gebeld, pesanan saya batalkan. En iemand zegt van, ja, mijn kleding wordt geannuleerd. Saya mau pesan model lain. En ik wil graag een ander model. Apa saudara mau tetap terus yang sudah dibatalkan mau dibikin terus? Gaat u dan door met dat kledingstuk dat al geannuleerd is? Itu yang dikerjakan kita sekarang. En dat is wat wij nu aan het doen zijn. Nah, ini Torah ini seharusnya dia menebus. Ini Rut. En deze Torah die houdt eigenlijk... Kita tidak di bawah Torah, tetapi di bawah Tuhan Yesus, di bawah anugerah. Maar wij zijn niet meer onder de Torah, maar onder de Heer Jezus en onder de genade. Ada haleluya, saudara. Is haleluya, broeders en zusters. Dulu kita kena Torah. Vroeger kregen wij de Torah. Dulu di Indonesia, hij cerita Indonesia. Ik heb het over Indonesia niet meer. Celana harus putih. De broek moest wit zijn. Sepatu harus putih. De schoenen moesten wit zijn. Jas harus putih. En de jas moest wit zijn. Kemeja putih. En wit overhemd. Dasi putih. En een witte stok. Bangku warna putih. En de bank moest ook wit zijn. Saya baru datang dari gereja seperti itu. En ik ben pas gekomen uit zo'n soort kerk. Piano kan ada hitam putih. En de piano is toch zwart en wit. Yang hitamnya dicat putih. Maar die zwarte toetsen is ook wit gevuld. Ada satu pendeta di Jawa Timur. En er is ook een dominee in Oost-Jawa. Anjingnya warna putih. Zijn hond is zelfs ook wit. Wah, Torah betul, saudara-saudara. Is echt Torah, broeders en zusters. Maar Torah sudah dibatalkan. Terwijl de Torah is niet meer geldig, die is al geannuleerd. Baca Efesus 2:15. Zoals u Efesius gaat lezen. Efesus 2:15. Efesius 2:15. Doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft om in zichzelf vredemakende de twee tot één nieuwe mens te scheppen. Halleluja! Is halleluja! Dia sudah membatalkan dengan jalan matinya. Dus hij heeft het allemaal al geannuleerd door zijn wandel naar de dood. Saya mau praktekkan gambaran, praktekkan ini Rut. Dus ik wil graag deze Rut in de praktijk brengen. Dia dari Moab. Dus zij komt van Moab. Datang laki-laki menikahi dia. En er komt een man die haar met haar getrouwen. Laki-lakinya mati. En deze man is dood. Dia ikut mertua. Zij volgt haar schoonmoeder. Sama jalan. Midden op de weg. Dia punya ipar. Kembali. Haar schoonzuster die gaat tapi terug. Dia tetap berbaut kepada Naomi. Maar zij blijft zich vastklemmen aan Naomi. Sampai ke Bethlehem. Tot in Bethlehem. Orang luar. En een vreemdeling, iemand van buiten. Bukan orang Israel. Zij was geen Israëlische. Alkitab katakan kita juga orang luar. En de Bijbel zegt ook, wij zijn ook mensen van buiten, vreemdelingen. Orang kafir. We zijn ongelovigen, heidenen. Yang bukan Yahudi itu kafir. En de niet-Joden, dat zijn heidenen. Disebutnya Gentiles itu kafir. Dus heidenen, Gentiles. Nah, kalau orang Islam, orang Arab bilang kita kafir, jangan marah. En als een moslim uit Arabië tegen ons zegt, je bent een heiden, moet je niet boos worden. Jangan marah, sebab dia juga kafir. Je moet niet boos worden, want hij is ook een heiden. Dia bukan Yahudi. Hij is geen Jood. Kalau ada orang gila lewat. En als er een gek loopt. Terus orang gila itu ngomong sama kita, kamu gila. En echt die gek die zegt tegen ons, je bent gek. Saudara marah apa tidak? Bent u dan boos of niet? Ya, ya, ya. Dan doe je haar laat gaan. Karena kita tahu dia yang gila. Hij bent een Jood, hij bent gek. Amen. Is er amen? Nah, saudara tinggal kita tahu, dia apa kita yang gila. Dus nu is de vraag bij u, dat gek of hij? Dia bilang menuduh kita gila. Want hij zegt dat wij gek zijn. Baju kita rapi. Onze kleding is netjes. Dia compang-camping. En hij ziet er niet uit. Sendalnya satu merah, satu biru. En zijn ene sendal is rood en anders blauw. Siapa yang gila? Dus wie is gek? Bawa-bawa pedang membunuh orang. En die pakte een zwaard en die wil graag iemand doden. Siapa yang gila? Wie is dan gek? Apa bedanya orang Islam dengan Kristen? Wat is het verschil tussen een moslim en een Christen? Saudara tahu nggak? Weet u het verschil? Nggak tahu. Nee. Kalau Islam. Een moslim. Seorang ayah. Een vader. Islam. Een vader als een moslim is. Bangga kalau anaknya mati membawa bawa mati untuk Allah.
Een moslimvader die is trots op zijn kind als zijn kind gestorven is met een bom voor God, voor Allah. Maar een christen? Kita bangga. Wij zijn trots. Karena Allah. Omdat God mengirimkan anaknya. Zijn zoon heeft gezonden. Mati buat dosa-dosa kita. Gestorven voor onze zonden. Sehingga kita yang harusnya binasa. Omdat wij die eigenlijk moeten sterven. Alkitab katakan kita orang yang terbuang. De Bijbel zegt dat wij zijn eigenlijk uitgeworpenen. Seperti Rut orang terbuang tetapi sudah diakui sebagai kekasihnya. Zoals Rut het geval was, die is eigenlijk uitgeworpen, maar die is toch erkend als de geliefde van de Heer. Kita buka Roma, Roma. Laten we openen Romeinen. Dalam Roma pasalnya yang ke-9. Romeinen hoofdstuk 9. Ayatnya yang ke-12. Vers 12. Anak yang tua akan menjadi hamba, anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. De oudste zal de jongste dienstbaar zijn, gelijk geschreven staat, Yakub heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. En vers 15, want hij zegt tot Mozes, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen, en jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Ayat 25, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih adalah kekasih. En in vers 25, gelijk hij op bij Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen, mijn volk en de niet geliefde, geliefde. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. En het zal geschieden ter plaatse waar dat hij gezegd was, gij zijt mijn volk niet, daar zullen zij genoemd worden, zonen van de levende God. Berapa banyak yang bangga kita anak Allah? Wie van ons is een kerstman van Tuhan? Kita anak Allah, saudara. Dus wij zijn kinderen van God, broeders en zusters. Maka pandangan kita tuh harus berbeda terhadap diri kita. Dus daarom moeten wij over onszelf anders denken. Ya, kita jangan bangga dengan apa yang kita buat untuk Tuhan. We moeten niet trots zijn op wat wij doen voor de Heer. Kita mesti bangga apa yang Tuhan buat untuk kita. Maar wij moeten trots zijn op wat de Heer voor ons doet. Dari orang Moab sekarang, hey, jangan kemana-mana. Van een persoon uit Moab wordt het nu van, hey, ga naar Israël. Aku sudah tebus, dari 10 penebus sudah kalah, aku akan menebuskan. En ik heb je al vrijgekocht, die andere mensen die jou vrij kunnen kopen. Kalau saudara baca, Rut pasal 4, itu Boas dengan sepatunya dan kasutnya menebus. En als u leest in Rut 4, Boas die heeft Rut vrijgekocht met zijn schoen. Jezus pun demikian. Zo ook met de Heer Jezus. Ja, Allah yang menjadi daging. Hij is God die vlees is geworden. Firman yang menjadi daging. En het woord dat vlees is geworden. Dia yang bukan manusia dijadikan manusia berdosa. En hij was eigenlijk geen mens, maar is mens geworden die een zondaar is geworden. Dia memakai kasut manusia. En hij heeft ook een kleed van een mens aangetrokken. Supaya kita memakai kasut kebenarannya Tuhan. Zodat wij ja, het kleed van een waarheid aan kunnen trekken. Bahkan dalam 2 Korintus 5 dikatakan dia yang tidak mengenal dosa. En in 2 Korintus 5 staat ook hij die geen zonde kent. Dijadikan dosa karena kita. Is door ons omwille van onze zondaar geworden. Supaya kita. Zodat wij. Ini yang saya sampai sekarang tidak mampu mengerti, tapi saya pilih, saya percaya saja, dijadikan kebenaran Allah. Zodat wij ja gerechtvaardig worden door God. Ik begrijp het nog steeds niet, maar ik geloof erin. Banyak kali kita percaya setengah jalan. En heel veel ja, ons, yang tak berdosa dijadikan dosa, kita percaya. Vaak bevinden we ons alleen maar op het midden van de weg. Wij geloven alleen maar hij is niet van de zonde, maar is zondaar. Coba, 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Ini yang terakhir. 2 Korintus 5 ayat 21. Ini yang terakhir. Dus 2 Korintus. Mesti semangat, karena yang terakhir sudah. Dit is het einde. 3 menit lagi, yang terakhir. Dit is het einde. 2 Korintus 5 ayat 21 dari saya. Ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Hoofdstuk 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita.
supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah, dalam bahasa Inggris supaya kita menjadi kebenaran Allah dalam Dia. Dus 2 Korintiërs 5 vers 21, hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons dat zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Bagian kedua kalau dalam bahasa Belanda artinya apa? Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Ya, artinya apa? Supaya kita ya jadi kebenaran Allah dalam Dia. Ya. Banyak orang Kristen setengah percaya cuma setengah ayat. En heel veel christenen geloven alleen maar de helft van deze vers. Maaf, ik ga niet leren bij elkaar christenen. Pendeta juga, cuma percaya setengah ayat. Dus het is niet eerlijk alleen maar christenen te zeggen, maar ook zelfs dominees geloven alleen maar de helft van deze vers. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Amin, haleluya, haleluya, amin. Tapi begitu ayat yang dibuat, supaya dalam Dia kita menjadi kebenaran Allah karena Dia. Dus hem, die geen zonde, dus hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Halleluja, amen, amen, amen. Maar het tweede gedeelte, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem, zeggen ze in halleluja. Udara adalah kebenaran Allah. Dus u bent Gods gerechtigheid. Maka Rut orang yang tidak dikasihani itu, sekarang dikasihani. Dus Rut, die eerst niet geliefd was, wordt een geliefde. Saudara baca Matius 1 ayat 1. Matius 1 vers 1. Sampai seterusnya. Tot terus end. ada tulisan, maka Boas menikah dengan Rut. En daarom huwde Boas Rut. Terus baca sampai terakhir. Turunlah Yesus. Gaat u lezen. En vervolgens komt Jezus. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu sangat berkemurahan. Dus de Heer is vol genade. Banyak orang kalah percaya setengah jalan. En al heel veel mensen geloven alleen maar tot het midden van de weg. Oh, tidak percaya kepada karyanya Yesus. Die geloven niet in de werken van de Heer Jezus. Satu kali saya menginjil di gereja bukan di gereja Baptis di gedung mahasiswa Baptis di Bandung. Een keer heb ik gepreekt in in het gebouw van de Baptistenkerk in Bandung. Ada break. En er was een pauze. Lalu satu gadis datang, oh saya mau cerita, bisa gak Tuhan mengampuni saya? En toen kwam een meisje bij me en die zei, oh ik wil iets vertellen, kan de Heer mij vergeven? Bilang Tuhan, apapun juga salahmu Tuhan bisa ampuni. En ik heb gezegd, wat je fout is ook geweest, de Heer kan je vergeven. Tapi dia bilang, tapi saya kira Tuhan gak bisa ampuni saya. En toen zei ze, ach nee, ik denk niet dat de Heer mij kan vergeven. Ze bilang, kenapa? En waarom? Mijn zonde is erg groot om. Apa dosa? Wat is je zonde? Ja, saya gak bisa cerita, tapi dosa saya. Ja, ik kan het niet vertellen, maar mijn zonde is echt, echt zwaar. Waduh, saya bilang, walaupun dosamu seperak kermisi sekalipun, dosamu seperti apa, Alkitab katakan, Allah sanggup mengampuni dosamu. En ik heb toen tegen haar gezegd, ook al is je zonde zo rood als scharlaken, de Bijbel zegt, God is in staat om jou te vergeven. Tapi om. Om. Saya rasa dia gak bisa mengampuni saya. Om, ik denk niet dat hij mij kan vergeven, om. Nah, saya gak bisa seperti Yesus, saudara. Nah, ik ben niet zoals Yesus, broeders en zusters. Yesus kan sabar. Yesus is erg geduldig. Ik niet. Kalau kamu gak bisa diyakinkan oleh firman Allah, tidak ada yang bisa yakinkan kamu bahwa dosamu diampuni. Nah, als jij niet overtuigd bent door het woord van de Heer, dan zal er niemand jou kunnen overtuigen dat jouw zonde kan vergeven worden. Sampai dengan kepenuhan Roh Kudus. En zo ook met de volheid van de Heilige Geest. Oh ja, orang percaya, diselamatkan, percaya, amin. Er zijn mensen die geloven in de redding. In de redding, ja, amen, geloof ik. Kapan engkau diselamatkan? En wanneer ben je gered? Dengan iman. Met geloof. Maar sudah kan kau penuh dengan Roh Kudus? En ben je al vervuld met de Heilige Geest? Belum. Nee, nog niet. Percaya sudah dipenuhkan Roh Kudus? En geloof je ook dat je vervuld kan worden met de Heilige Geest? Bisa iya, bisa tidak. Ja, kan wel, kan ook niet. Ini di Jakarta, saudara. Dit is in Jakarta. Siapa yang belum penuh Roh Kudus maju ke depan? Wie is nog niet vervuld door de Heilige Geest, ga naar voren. Di situ ada gereja Katolik, ada GBI, ada GBIB, ada macam-macam di situ. Nah, toen was daar een katholieke kerk, en de GBI, en de GBDI, en de alle soorten kerken. Saya doakan. Ik heb gebeden. Saya tidak turun dari mimbar. Ik ben niet van het altaar gegaan. Tapi semua 60 orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Al die 60 mensen waren vervuld door de Heilige Geest. Semua.
iedereen. Ada satu orang India. En er was ook één persoon uit India. Maar dan hebben we nog een persoon uit India. Een persoon uit India die deed dat zo met de hoofd. Indiërs die houden graag zo te bewegen met hun hoofd. Die dat ook. Oh, luar biasa Tuhan. Het is buitengewoon. Untung gereja kita tidak ada tiang. En gelukkig in onze kerk hebben we geen tiang. Kalau ada tiang, orang India menari-menari ke India. Als we klaar willen kijken, gaat die Indiër om die klaar in dansen. Barangkali kita suka percaya hanya setengah jam. Ya, vaak is het zo. Wij geloven alleen maar tot percaya dosa diampuni. Wij geloven de zonde is vergeven. Tapi Roh Kudus kita tidak percaya. Maar de Heilige Geest geloven we niet. Kalau saya penuh Roh Kudus, kalau saya selalu penuh dengan Roh Kudus. En ik wil altijd juist graag altijd vol zijn van dari 3.500 orang di Surabaya. Van die 3.500 orang in Surabaya op die 5.000. Siapa yang belum penuh Roh Kudus, mau penuh Roh Kudus, mari ke depan. Wie van jullie heeft de Heilige Geest nog niet en wie wil de Heilige Geest gaan naar voren? Kurang lebih 700 orang maju ke depan. En ongeveer 700 man gingen naar voren. Saya enggak kenal mereka, saya enggak tahu mereka, saya enggak tumpang tangan mereka. Ik ken ze niet, ik heb ze nooit eerder gezien, ik heb mijn handen niet over hen neergelegd. Bahkan doa saya serahkan sama pendeta lain. En het gebed heb ik aan de andere dokter. Mereka berdoa setengah jam menangis, berteriak-teriak dan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ze hebben Roh Kudus, de Heilige Geest. Amin, saudara. Amin, broeders en zusters. Saya kembali kepada ayat yang pertama, Filipi 1 ayat 6. En dan ga ik terug naar de eerste vers dat we hebben gelezen uit Filippenzen. Dia yang memulai pekerjaan yang baik. Hij is begonnen goede werken te doen. Di dalam kamu. In u, in jou. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. En die zal het ook doen volbrengen. Tot de Heer Jezus Christus. Jezus yang memimpin, gembala saudara, pastor Pinantoan. De Heer Jezus leidt uw voorganger, broeders en zussen, pastor Ricky Pinantoan, 25 jaar. Akan meneruskannya sampai pada hari Tuhan. Zal het voortzetten tot de dag des Heeren. Iblis mau gereja kasih Kristus itu hancur. De duivel wil dat gereja kasih Christus verwoest wordt. Tetapi firman Allah katakan gereja kasih Christus tidak akan hancur. Karena akan terus disempurnakan sampai pada hari itu. Maar het woord van God zegt gereja kasih Christus zal niet verwoest worden. Want zal altijd voortgezet worden tot, het, tot hij weer komt. Amen. Amen. Tuhan memberkati saudara. De Heer zegent u. Tuhan memberkati Bapak Gembala saudara. De Heer zegent ook uw voorganger, uw herder. Juga ibu gembalanya. En ook de vrouw van de herder. Dan saya ingin berdoa untuk saudara semua. En ik wil graag voor u allemaal bidden. Bapa kami di dalam surga. Onze Vader in de hemel. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Onze Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Engkau adalah Alfa. U bent de Alfa. Tetapi juga Omega. U bent ook de Omega. Engkau adalah yang awal. U bent het begin. Engkau juga yang akhir. En u bent ook het einde. Engkau sudah mengawali. U bent al begonnen. Pelayanan gembala di sini. De bediening van deze herder hier. 25 tahun yang lalu. 25 jaar geleden. En engkau sudah mengawali. En u bent al begonnen. Gereja kasih Kristus. Met gereja kasih Kristus. 18 tahun yang lalu. 18 jaar geleden. Hambamu berdoa. En uw dienstknecht bidt. Tuhan teruskan. Heere, zet voort, Heer. Beri kepada kami kekuatan. Geef aan ons kracht, Heer. Beri kepada kami kemampuan. Geef aan ons de, ja, de kracht, Heer. Beri kepada pendeta Ricky kemampuan, bijaksana, hikmat dari Tuhan. En geef ook aan de dominee Ricky wijsheid en inzicht, ja, en kracht. Untuk pergi ke utara. Om naar het noorden te kunnen gaan. Ke tempat yang lebih tinggi. Om naar een hogere plek te kunnen. Memang sukar. Dat is inderdaad moeilijk. Tetapi tempat yang lebih tinggi. Maar de plek die hoger is. Berkelimpahan air susu dan madu. Daar is een overvloed van melk en honing. Semua jemaatnya. En al zijn gemeenteleden. Dari yang paling tua sampai yang paling muda. Van de oudste tot de jongste toe. Mengalami pemeliharaan Tuhan. Zullen de zorg nemen van de Heer. Mengalami bimbingan Tuhan. En zullen de leiding van de Heer ervaren. Menikmati berkat Tuhan. Genieten van de zegeningen van de Heer. Sampai kepada hari Kristus. Tot Heer Jezus Christus weer komt. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Dalam nama Yesus.
In de naam van de Heer Jezus. Kami askan doa ini. Hebben wij dit gebed gebeden. Semua yang percaya berkata. En alle gelovigen zeggen.